Ik heb rond gehoord dat Roland eruit. Hey Donut! Hey, dag! Hallo, gefeliciteerd! Woehoe. Dankjewel, dankjewel! Wacht even. Oh nee, daar komen de donuts. Ja, ja. Wacht, ben je jarig? Ja, vandaag. Wat doe je hier op je verjaardag, Roland? Nou, feesten met jullie. Maar gefeliciteerd! Dankjewel, dankjewel! Een cupcake en een donut, omdat je jarig bent. Dankjewel, oh, ik stik van de cupcakes en de... Nee. Jawel. Dat is heel gezond, hè? Kijk maar naar dit goddelijke lichaam. Ja, dat is supermooi. Iedereen, dat bedoel ik. Hé, hey, meneer Hey dan. Meneer Hey Donut of meneer Dankjewel donut voor de follow. Zeg het eens. Ja, oké. Sorry, wat zei je? Nou, jij zei Hey, dus stop hier. Dus ik ben een beetje in de war, wat er nou eigenlijk aan de hand? Die microfoon ook. Ja, ik heb mijn bodycam aan, ik heb zoveel geluiden door elkaar nu. Ik snap het. Ik wil graag de groeten doen aan mijn moeder in ieder geval. Dat mag. Dankzij mijn haar bodycam ben gaat zo ook moment. Mijn bodycam gaat als dingen starten. Goed. Ja, anders wordt het een heel veel gigabytes. Wordt het sowieso. Maar ik heb nog 2 terabyte. Ja. Modi, is dat wel een beetje in mijn beeld hier? Ik probeer reclame te maken voor de bus en voor de catering. De donuts. Vooral het natjes en droogjes. Ja, maar het moet juist dat als zij van de zijkant nu een foto maakt waar ik ook bij sta, dan lijkt het net alsof er mensen om jou begeven, weet dat je wel. Dat is nog belangrijker dan. Oké, Inge, even aan de zijkant, dat we er beide op staan. Lijkt net alsof er mensen om hem begeven. Dat doen ze sowieso, maar je weet wel voor de pers. Moment. Goed, vers dan wachtelijke donuts. Vers gebakken, sprookjes fan. Haal uw netjes en droogjes. Hey, Modi. Hey. Hallo. Hey. Hoe is het ermee met u? Ja, goed, we staan hier bij deze mensen vandaag, hè. Dikke eerreep, jongen. Ik voel me een beetje... Dikke eerreep daar aan die portofoon. Oh jee, jongens, was gezellig. Was het dat? Zo kort. Ja. Nog een paar Hoeveel donuts heb je bij je, Dirk? Moet je helpen in mijn bus kijken. Ik durf niet. We hebben nog een afterparty, toch? Foto's aan het nemen. Want dat is een fotocamera, hè? Inge? Als je opneemt, moet je deze doen. 7000? 7000 donuts. Oké. Ja, je heet Dirk Donut of je heet dit niet. Ik bedoel, we hebben ook nog een afterparty te runnen, vandaar de alcohol. Dat klopt. Ik heb wel mijn huis ingericht, Ik ben al 2 dagen bezig. Oh, ik heb vandaag ook nog ingericht. Wat leuk. Hey, jongens, eigenlijk werkt dit... MTV Crips doen binnenkort. Ja. Jongens, dit werkt legit ook al. Ik hou de microfoon bij mijn mond en ik hou een camera vast. Ja. Roy, waar ben jij gebleven? Dus kan ik ook nog gaan lekker opnemen, zo. Dat is ongelooflijk. Maar leuk, dan gaan we binnenkort MTV Crips idee doen. Ja, ik vind het prima. Ik ben nog niet klaar, maar ik denk al dat ik wat... origineels heb bedacht voor een paar dingen. Heb je veel gekocht? Helemaal huis heb ik volgens hem met IKEA-spullen. Ik heb ook best veel, alleen... Ja, ik weet niet. Ik ben een uurtje aan het inrichten geweest. Een kwartiertje aan het kopen of zo. En lekker rustig aan vandaag, vanmiddag ergens. Ah, top. Ik heb ook wel zin in de after en in de kroeg straks. Ja, ik was al lang blij dat ik mijn spullen allemaal bezorgd werden. Ja, ik denk dat als er een afterparty is waar ik moet cateren, dat ik in ieder geval mee moet, toch? Ja, je mag cateren, hoeft niet hoor. Je mag gewoon feesten. Ja, maar we kunnen toch feestend cateren? Of caterend feesten. Dat bedoel ik. Is goed. Je hebt in ieder geval genoeg in je busje zitten, dus dat komt dat wel goed. Dat dacht ik. Oké, top. Caters, feesten, cateren. Voor welke zender ben je eigenlijk? Modi. Stop Incorporated GeForce 2060. Oké, lekker duidelijk. Dat is echt... .tv. Ik dacht dat je binnen de laatste naam makkelijker had gemaakt. Dat was nog erger. Ik ga mijn recording starten. Nu pas. En 3, 2... Ja, staan we hier... Hij bent de hele tijd voor niks gewoon. Ik ga niet opnieuw doen. Daar hebben we een beetje ingevorderd. Hij mag dus niet naar de rij... Dirk Donut, de enige echte Dirk Donut. Dirk Donut, wat doe jij hier vandaag? Goedenavond. We zijn hier weer met een heerlijke Dirk Donut catering vanavond. Natjes en droogjes zijn allemaal weer verzorgd. Mensen moeten eten en drinken, anders vallen ze achter het stuur in slaap na een tijdje. Dus koffie, thee, limonade, donuts, cupcakes, alcohol, roept u maar. Zelfs verrekijkers voor degene die het nodig hebben. Wat een catering. En Inge, heb jij al wat gekocht? Nee, ik heb wel wat gekregen. Inge is jarig. Een donut natuurlijk. Er is er een jarig, hoera. Dat zullen we vieren, dat is zij. Dat was bijna in één keer goed. Ik weet de tekst niet, want ik zit al zo lang niet meer op de basisschool. Op de middelbare school zingen voor elkaar cringe. Lief hè? Wat? Goed. Ja, wat het wordt heel snel awkward. Oké, ik denk dat we zo moeten gaan, jongens. Het is bijna 8 uur. Ik ga even wat
coole shots hebben. Ja, ik ga allemaal de verkeerde kant op. Waar gaan wij heen dan? Want ik dacht dat ik hier de donuts ging verkopen. Nou, die geef je toch gratis altijd? Aan alle... Nee, voor een cateringsevent, dan moet het verkopen natuurlijk. Ik heb niet voor 25.000 euro dingen ingekocht. Heb je ook een stand, of niet? Jongens, ik hoor... Wolf! Oké, dat er maar 9 auto's daar.